We zijn bij Chateaubriand te Heemstede. Ik ben Jonge van Uden, brancheherkende meesterslager sinds begin dit jaar, 2019. Wij gaan vandaag filet américain maken. Filet américain is voor ons een dagvers product, dus elke dag wordt het vers geproduceerd. De saus voor de filet américain maken we ook zelf. Dus we maken eerst de mayonaise, dan doen we de Amerikaan kruiden erbij. Het bestaat voornamelijk uit paprikapoeder, de zoete paprikapoeder praat ik over. En de pittige Worcestersaus. Wij gebruiken altijd bevroren vlees vanwege de houdbaarheid en de kleurbehoud. Wij gebruiken geen conserveersmiddelen in ons filet américain. We gaan het even snijden. We gaan het één keer fijn malen door de fijne plaat van de gehaktmolen. Dan hebben we vlees van een kilo. En dan gaat het op 400 gram mayonaisesaus. Dus Amerikaanse saus. Dat mengen we heel rustig. Dan proberen we een soort moesachtig van te krijgen. En dan wordt het verkocht in de winkel. En dat wordt elke dag opnieuw gemaakt. Je zult zien als je filet américain binnen één dag gebruikt wordt, dan verkleurt het niet. Maar als je iets langer bewaart, dan is er een verkleuring erin. Dat komt omdat we geen conserveringsmiddelen gebruiken. En zo hoort het ook. Filet américain eet je dagvers. Dat is gewoon het lekkerste. En dan gaat het om smaak. We gaan nu het vlees snijden door de gehaktmolen. Zoals je ziet, het is gewoon bevroren. We snijden met een groot mes in stukken. Het vlees leggen we al van een dag van tevoren uit de diepvries in de koelcel. Want dan komt het heel rustig temperatuur, zodat je het kunt snijden. Dit is gewoon heel mager rundvlees. Als wij over mager tataarvlees praten, dan praten we over 90-10. 90% mager, 10% door regen. Als wij het vlees uitbenen voor onze eigen pistola's, dan proberen we altijd dat in elk soort mager vlees ook de platte billen en het vast deel van de platte billen doorzitten. Omdat dat geeft vaak de mooie structuur een bite. En dat vinden wij wel heel erg fijn en lekker. We gaan nu even malen. Dus één keer door de bevroren vlees door de gehaktmolen. Dit is de 3 mm plaat van de gehaktmolen. Dus in de slagerij praten we over fijne plaat. Dat is de 2 of de 3 mm. Het heeft nog een hele mooie korrel, structuur. Als je het filet américain eet, dan proef je ook nog die korrel. Als je vaak in de supermarkt filet américain koopt, dan zie je dat het helemaal glad is. Dat is gewoon gekuteld en minder op smaak gemaakt. Maar dit is gewoon, zoals het hoort, een korrel in het filet. Nu gaan we de filet américain even afwegen. Dus we maken liefst 2 keer per dag vers de filet américain. In de ochtend maak ik 1,5 kilo en na de middag nog 2 keer 1,5 kilo. Ook weer vers draaien met de gehaktmolen. Dus nu pakken we de filet américain saus, de mayonaise met de paprika kruiden en de Worcestersaus en een klein beetje tabasco. Dus we hebben 1,5 kilo, dus doen 600 gram bij het gemalen rundvlees. Ik heb het mayonaise leren maken op de slagersmethode in België. Dus wij maken een vrij zuurdere mayonaise voor de filet. Dus dat betekent azijn erbij en citroensap, maar vrij veel. Meer als een Nederlands mayonaise. Nederlandse mayonaise is romiger, zachter. Deze heeft meer smaak, vinden wij. Dus wij laten nu filet rustig mengen op een laagste stand. Zodat het vlees een hele mooie emulsie kan maken met de saus. Als je ook te lang gaat mengen, dan haal je de saus eruit. Dan haal je de olie uit de mayonaise. En dat mag ook weer niet. En wij gebruiken ook voor onze mayonaise gebruiken we half zonnebloemolie en heel klein beetje achilleolie voor de smaak. Dat vinden we iets een vollere smaak krijgen. En je ziet het, de geur die komt al naar voren, maar ook de binding. Nu gaan we eventjes zorgen dat alle saus erbij komt. Dus we zien nu ook het filet die komt al los van de mengapparaatje, de zijkanten. Hij geeft al binding en dat is gewoon heel belangrijk. De saus is mooi gemengd door het vlees. Dus nu stoppen we. We gaan nog één keer, mocht het nodig zijn, doorroeren. Nu zie je, er zit een hele mooie glans op de filet américain. Dat is ook belangrijk. Hij is nog een beetje koud,
Dus eigenlijk is deze pas over een uur, want dan komt hij iets meer op temperatuur. Dan gaat hij naar de 2 graden plus. Hij zal nu min 2 graden zijn. En dadelijk gaan we over een uur is hij echt gewoon helemaal zoals het hoort. Maar het bevroren malen en mengen is heel belangrijk voor de kleur, dat je minimaal een dag op smaak en op kleur hebt. En de structuur is ook nog duidelijk zichtbaar. Je ziet nog een korrel in een filet. Een structuur in een filet mekin vinden wij lekker, puur op smaak. Filet mekin in Nederland en België uiteraard heel erg bekend. Op een doosje, op een lekker vers broodje, plakje brood. Maar zoals wij in België heel vaak eten, gewoon puur als hoofdgerecht met eigen gemaakte frieten. Dat zou ik zeker een keer adviseren. Filet mekin zelf maken, liefste saus ook. En dan als hoofdgerecht nuttigen met verse frieten. Geweldig. Dit is nou de originele filet mekin. Binnen een dag is je gewoon volledig op smaak en op kleur. Je zult zien als je hem een dag langer bewaart, als je 2 dagen bewaart. Filet mekin van de ambachtelijke slager, dan zal hij altijd iets verkleuren. Dat hoort ook zo, want wij gebruiken geen conserveersmiddelingen. Heb je trek in nog meer smakelijke video's? Abonneer je dan op ons YouTube-kanaal of schrijf je in voor onze nieuwsbrief.